In de Westergasfabriek werd gisteravond het nieuwe boek Amsterdam The Essence gepresenteerd. Het boek, dat nota bene is geschreven door een Schot, staat vol foto's en interviews met Amsterdamse smaakmakers die vertellen over hun liefde voor de stad. Oud-burgemeester Job Cohen kreeg gisteren een van de eerste exemplaren van het boek uitgereikt. Er was natuurlijk altijd de vraag aan mij, wat is nou je meest dierbare plek? De burgemeesterskamer. Dat uitzicht wat je vandaar hebt, ja, dat is zo typisch Amsterdam. Dit bent u ook echt? Nou, dit ben ik ook. En wat is die andere kant dan? Ja, nou, ik vind deze nogal ernstig. Ja. En, ik ben niet altijd zo ernstig. Nee. Dus daarom zeg ik ook. Ik ben over alle plekken geweest in de wereld, zeg maar, door mijn voetballen. Maar als ik terugkom, na een week, 14 dagen, zelfs een vakantie, ben ik weer blij dat ik terug ben in Amsterdam. Lekker broodje dobben. David, nou zijn al heel wat boeken over Amsterdam. Wat is nou zo bijzonder aan dit boek wat jij geschreven hebt? Ja, meestal de boeken over Amsterdam zijn guides of zo. Where to go, what to do. En ik wil zeggen iets over de mensen. En dat is wat anders, denk ik. Ik heb het ook allemaal gezien. 80 jaren, helemaal te wild, alles kon. En dan langzamerhand denderde het toch een beetje in elkaar. Is Henk nou een van de smaakmakers van de stad? Nou ja, hij bemoeit zich wel overal mee, laat overal zijn stempel achter. Dus ik denk wel dat het een smaakmaker is.